Met de John Forsbrug op de achtergrond. Edward Sturing zien we daar. Guram Kasia. En dan heb ik net even gemist of hij nou geel haar had, ja of nee. Want er was een weddenschap die had afgesloten. Nee, ik zie volgens mij geen geel haar. Maar ik kan niet helemaal goed zien bij Kasia. Want dat was een weddenschap die hij had afgesloten met, ik geloof, een verslaggever van RTL 7. Als wij die beker winnen, dan ga ik mijn haar geel verven. Henk Vreeser. Zijn eerste prijs is als trainer. Van der Gouw, Kasia. En zo zien we iedereen daar de bus uitkomen. Paul Meijma, de huisfotograaf van Vitesse. Dan werk je bij Vitesse en dan moet je gewoon nog aan het werk, ook vandaag, terwijl iedereen een feest zit te vieren. En daar Boelestaal, de plaatsvervangend burgemeester van Arnhem, die iedereen welkom heet. En de supporters mogen daar naar kijken, die zien het. Die zien Ricky van Wolfswinkel, Michael van der Werf en nu ook Boelestaal. Sebastian van der Sman, keeper van TEC in Tiel, maar werkzaam voor de Vitesse Academie. Man die ook gisteren met een rode badjas op het veld liep. Ja, dan ben je keeper in de tweede divisie en dan mag je gewoon met zo'n badjas het veld op. Adnane Tigaduini. En daarachter Julian Calor van Jong Vitesse. Lassane Faye, nog zo'n jongen. Twee jongens die dus voor Jong Vitesse uitkwamen dit seizoen, maar die tijdens dit seizoen de stap naar het eerste maakte. En dan mag je erbij zijn. Eerst al bij de bekerfinale. En nu ook bij zo'n huldiging. Moet voor de jongens een enorm mooi gevoel zijn. Ze hebben onlangs in de wand, of in het Gelredome, hebben ze een mooie wandplakette gekregen. Want dat krijgt elke speler die het eerste haalt. Die mochten ze zelf onthullen. Wel grappig om te zien hoe die spelers doen, alsof ze die plaatsvervangend burgemeester al weken, maanden kennen. En daar zien we ook Mo Allag rechts, de directeur, technisch directeur van Vitesse. En Kevin Dix met de beker, die nu opgaat naar het podium.